in Schiedam. Dit jaar wordt de voorstelling Breken gespeeld. Het Breken, de titel van het stuk, slaat op een periode in Schiedam waar erg veel gesloopt werd. Met veel protest, ook onder veel protest van de bevolking. En tegelijkertijd op een periode waarin er een jeugdcultuur kwam en waarin de harmonie tussen ouders en kinderen behoorlijk onder druk kwam te staan. En kinderen veel heftiger waarschijnlijk van huis weggingen dan in de tijd daarvoor. Hoi, ik ben Rick. Ik speel Wim Houtzager in Breken. En het is ontzettend leuk om hier aan mee te doen. Het is groter dan dat ik eigenlijk had verwacht. Kijk maar naar zo'n enorme, kolossaal podium en zo. Dit plein heeft eigenlijk niets met de jaren 60 te maken waar het stuk zich afspeelt. Dan konden we hier in de jaren 60 huis in gaan zetten, maar dat ging ook nergens over. Dat heeft niets met de omgeving te maken. Dus aan mij werd gevraagd van maak een abstract decor wat het idee is van de jaren 60, maar ermee te maken heeft, maar geen jaren 60 locatie is. Dan kom je er al snel op uit dat in de jaren 60 heel veel met beton gebouwd wordt. Met name lage beton. We hebben gezegd, stenen hebben we genoeg. Het hele plein is vol stenen. De kerk zijn bakstenen. Dus laten wij alleen het beton nemen. Okay. Jongens, hier is nog plaats. Ga zitten. Kom hier zitten op de trap. Want we zijn wel even aan het praten. Het is regisseurs de uitdaging om op openluchtlocaties waar eigenlijk helemaal niks is, voorstellingen te maken alsof je in een theater zit, maar tegelijkertijd toch met een ruimte en met gebruik van attributen en auto's en andere dingen die je binnen helemaal niet kan verwezenlijken. Dus het is puzzelen. Wat hier heel bijzonder is, dat het een hele grote groep amateurs is die voor mij gelijk staan als een groep professionals. Met het tempo en de inzet en de verantwoordelijkheid die er genomen wordt. Dus dat hoeft niet iedereen te doen, maar om het een beetje vol te krijgen, de mensen die normaal wat verder naar voren lopen, loop vast deze kant op. Ja, Bernard kan heel erg stressen. Maar nou, hij is zeker met zijn grote groep begrijpelijk natuurlijk. Er zijn weet ik het, 40 jongeren of zo. Ja, en om die allemaal in bedwang te houden, nou, dat vind ik toch wel een grote klus. Het is heel leuk omdat enthousiaste mensen uit Schiedam daar allemaal bij betrokken zijn. Ook het bedrijfsleven, gemeentelijke diensten, iedereen. Zet toch wel zijn beste beentje voor om deze productie van de grond te tillen. En dat vind ik dus leuk hieraan. Het is een leuke voorstelling waarin denk ik voor heel veel mensen beelden terugkomen. De jaren 60 Nederland na de wederopbouw, de luxe begon, de petticoats, maar ook de Beatle-jongeren. Er komen heel veel beelden in terug in die voorstelling die we zullen herkennen. Tegelijkertijd is het een heel spannend verhaal. Het is een verhaal over een hectische tijd, maar tegelijkertijd een verhaal over een gezin met kinderen die loskomen van dat gezin. En dat gaat niet zonder slag of stoot.